De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar gaat vernieuw bouwen. Het is een project waar al jaren over gesproken wordt en nu is er ook concreet wat van te zien. Er wordt gesloopt. Er wordt een flink stuk van het ziekenhuisgebouw afgesnoept om ruimte te maken voor fase 1 van de nieuwbouw. Ja, dit verdwijnt allemaal. Geriatrie, de GGZ heeft erin gezeten. En in de laatste fase was het al een soort overloop. Hebben hier de facilitaire functies ingezeten. En ja, we zijn nu gestart daadwerkelijk met het sloten. Dat gaat er hout met hout, aluminiummaterialen met aluminiummaterialen. Alles gaat gescheiden. De wens voor een nieuw ziekenhuis ligt er al een tiental jaren. En het traject verliep niet zonder slag of stoot. Heergewaard kan bijvoorbeeld in de picture als ideale nieuwe locatie. Maar uit financiële overwegingen werd in 2016 besloten toch in het hart van Alkmaar te blijven. En dat maakt de klus wel complexer. Het ziekenhuis gaat uiteindelijk 17 jaar bouwen. Dus ja, we starten nu met fase 1. Een bijzonder moment, omdat we hierna nog een hele lange periode gaan bouwen, gaan slopen, wederom weer gaan bouwen. Dus in die zin een hele uitdagende klus, omdat je ook in een hele kwetsbare omgeving natuurlijk aan het bouwen bent. We meten het geluid met dB-meters, we meten de trillingen. We doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken, maar er is altijd overlast. En dat is zeker in een omgeving waar het ziekenhuis doordraait, is dat absoluut een uitdagende omgeving. Wie het ziekenhuis gaat bouwen wordt later dit jaar bekend. De aanbesteding is nog altijd niet afgerond. Ook het ontwerp wordt nog tegen het licht gehouden. De dit jaar opgedane ervaring rondom de coronapandemie wordt daarin meegenomen. Wat we gedaan hebben is gekeken naar het huidige ontwerp. Dus we hebben gewoon als het ware proef gedraaid in het nieuwe ziekenhuis met hoe zou corona en de opvang van de patiënten daarin meegaan. Dan met name besmet en niet besmet. Je komt elkaar tegen in gangen, dus dat waren met name zones waar we naar gekeken hebben. Maar ook gewoon, stel dat je heel veel toegang moet hebben tot het ziekenhuis, tot een speciale afdeling die je nu speciaal inricht voor corona, dan zou je via het maaiveld ook daar met een extra deur naar binnen kunnen. Dat soort zaken nemen we nu mee. Het pand wordt uiteindelijk kleiner, hè? Dus de totale oppervlakte wat we nu hebben, wordt in de eindsituatie minder. En dat heeft ook mee te maken dat de zorg verandert. Ja, je hebt minder ruimte nodig ook. Ja, ik bedoel, op dit moment worden we natuurlijk gewaar dat we met beeldbellen natuurlijk heel veel op afstand kunnen doen. Nou, dat concept zal in zekere zin altijd weer terugkomen in het nieuwe ziekenhuis. En dat betekent ook minder fysieke meter ziekenhuis. Dat is absoluut waar. De sloop voor het eerste bouwdeel is volgens Noordwest in december klaar. En volgend jaar start de bouw van de o zo belangrijke acute as. In de acute as moet je voorstellen, daar komt het spoedplein, het kloppende hart van het ziekenhuis. Dus de operatiekamers. De ambulance komt straks hier op het spoedplein binnen. De intensive care. En heel veel verpleegafdelingen en afdelingen die gerelateerd zijn aan die acute as. Is dat ook hetgene wat het hardst nodig is aan vernieuwing hier? Dat is hardst nodig aan vernieuwing, omdat we met name zagen dat de investeringen in de operatiekamers, dat was eigenlijk het besluit wat nu genomen moest worden. En vandaar dat ervoor gekozen is om dat nu in de fase 1, de acute as, daarmee te starten. Wij zijn blij dat we straks dit belangrijk onderdeel van het ziekenhuis helemaal state of the art hier hebben staan. Daar kijken we naar uit.